feest begint. Tresaar verwelkomt meer dan 10.000 bezoekers op het Zilvermeer in Mol. Met de aankondiging van de topact, Oui Loco, en het uitgebreid aanbod, kent het festival een recordopkomst. Dit is de 8e editie op het Zilvermeer en de locatie is ondertussen goed gekend. Rond en op het strand genieten we van een gevarieerd aanbod artiesten. De organisatie is ervan overtuigd dat dit wel een topeditie is. Het mooie weer is bij het prachtige aanbod de kers op de taart. We komen oren en ogen tekort. De 28e uitvoering al, zaterdag en zondag, waar blijf je die attracties halen? Ja, dat is een jaar lang zoeken natuurlijk. We bezoeken heel veel festivals, vooral in het binnenland, maar ook heel veel in het buitenland. En op al die festivals zoeken we dan de groepen die we dan hopelijk hier kunnen plaatsen op het festival. Nu, er zijn een paar uittoppers bij. Is dat niet duur zoiets? Er zijn inderdaad een aantal groepen bij die wel wat meer kosten dan gemiddeld, zullen we zeggen. Ja, absoluut. Maar dat is natuurlijk ook de charme van een festival. Je moet kleine groepen hebben, maar je moet ook dingen hebben die in het oog springen, die spectaculair zijn. Deze weekend toch wel enorm goed weer gehad en massa's volk. Ja, een meevaller. Hè. We zijn natuurlijk heel weersafhankelijk. En je ziet dat ook als het goed weer is, dat we ook enorm veel publiek op de been kunnen brengen. Nu, de locatie is daar ook wel voor geschikt, denk ik. Hè? De locatie is meer dan geschikt. Je hebt hier alles een beetje. Hè. Je hebt hier de open vlaktes, maar je hebt ook intieme plaatsjes waar je kleine voorstellingen kan plaatsen. En je kan het massaspectakel en het vuurwerk, alles kan je hier op het Zilvermeer brengen. Ik denk dat het vandaag magnifiek weer geweest is, dat er veel volk geweest is. En het vuurwerk mag het afsluiten, denk ik. Maar volgend jaar, jij bent morgen al terug opnieuw. Nee, we zijn er al een half jaar mee bezig. Dus het is ongeveer 2 jaar dat je nodig hebt om een festival van. Dat je begint te denken aan een festival tot de afhandeling van een festival. Natuurlijk is er heel veel overlapping in, maar ja, we zijn al even aan het denken aan het volgend jaar. Wij wensen je in elk geval veel succes met de opbouw voor volgend jaar. Dank u wel, graag gedaan.